Weet je wat het nadeel is van altijd zeggen dat je geen fok heft en doen alsof dat je allemaal helemaal niks kan rekken en doen alsof de hele wereld je echt geen fok uitmaakt? Dat eigenlijk het grootste leugen is dat je tegen jezelf kan vertellen. Al die mensen rondom je, weet je, die echt geen fok geven om het feit dat je zegt dat je geen fok heft. Kan me allemaal niks rekken, I don't give a fuck. Die mensen keren het mest. Vanaf dat er dan iets kut gaat in hun leven, joh. Je ziet die mensen dan echt niet, like. Die zijn dan echt één put van emotionele bleh. Ja, kijk, leg de schuld bij jezelf en accepteer even dat je het genukt hebt en dan... We hebben bijna 400.000 abonnees. Ik weet niet hoe het komt dat het zo traag gaat. Like, daar ga ik wel een fok op. Ik ben een domme motherfokker en ik moet naar de kapper gaan. Ik heb geen 400.000 abonnees, dus ik ga nog niet naar de kapper. Wat is dit? Oh no. Some nice hairs. Om jullie toch een beetje blij te maken, gaan we vandaag Fortnite spelen. Want morgen is het season 9 en dan is deze game klaar. Dus als je nog een paar skins wil kopen, als je nog een beetje Fortnite wil spelen, doe het vandaag. Create a Kona Tanks Ace. Het is de laatste dag, snap je? De statistieken liegen niet. Er spelen weer meer mensen Minecraft dan Fortnite. Het is een huge win voor Minecraft. En huge loss voor this stupid ass game. Ik heb me altijd verbaasd dat dit spel zo lang bekend is geweest. Als je dan kijkt naar iets als Apex Legends, die een fucking zieke start heeft gemaakt, maar dan echt maar één dag bekend is geweest. Jee. Dit spel heeft helemaal niet zo'n booming start gehad als Apex Legends. Streamers hadden 200.000 kijkers en zo. Like, dat waren dingen die Fortnite nooit heeft kunnen doen. En zeker niet op eerste dag. Fortnite is uitgekomen als stomme fucking cartoonistische free-to-play bootleg game van PUBG. Fortnite is wel nog bekend na 2 jaar. Ik weet niet eens of er mensen zijn die nog Apex aan het spelen zijn. Maar ze hebben dit gun teruggestoken. Wee, ik had niet eens door dat ik die drumgun had. Ik ga niet liggen, we zijn goed aan het spelen. Woehoe! Toen dit spel uitkwam, ik denk dat er niemand echt positief was over Fortnite. De scare versie van PUBG. We spelen Fortnite. Minecraft met Overwatch en PUBG, maar dan gewoon gay. Ja. Ik denk dat er geen eindspel is geweest waar er zoveel op gekakt is als Fortnite. En ik was echt wel een van die mensen die niks goed kon zeggen over dit spel, maar het wel speelde omdat het goed bekeken werd op YouTube. En moest dit spel echt slecht zijn, dan had ik het nooit zoveel gespeeld. Dus ergens is dit spel wel goed, dan heeft dit spel echt wel goede dingen. Dingen die Apex Legends niet had, want ik was wel hyped over Apex, maar ze hebben die game niet goed geüpdatet, ze hebben daar geen nice dingen mee gedaan. En hoe heeft Epic Games zo goed gedaan dat de anderen niet hebben gedaan? Als ik eraan denk toen ik onder de douche zat, like, Epic Games heeft niks gedaan. Epic Games heeft letterlijk niks gedaan. Waarom dat dit spel zo nice is geworden. Alles waar is gebeurd met Fortnite was dat gewoon by accident. De enige reden waarom dit spel zo bekend is was echt gewoon per ongeluk. Een van die dingen was dubbelpumpen. Dat Fortnite helemaal niet in een game gestoken. Dat was helemaal niet eens de bedoeling om er te zijn. Toen hebben mensen gevonden dat je kon bouwen. Ik fok er nog altijd niet mee, maar het is wel gewoon een van de redenen waarom Fortnite zo groot is geworden. Oh shit! Yo, what is deze guy? Zijn dit die rare schmonkbommen? Even stress. Maar het is nog oké, snap je? We good. Nog steeds gewoon aan het chillen. In het einde van hun trailer zie je ooit iemand bouwen. Zoals je mensen tegenkomt in deze game en mensen echt ziet bouwen. Omdat dat ook helemaal niet de bedoeling was om dat in deze game te steken. Deze game is gewoon per ongeluk zo bekend geworden omdat er fucking gaten in hun game zaten. Deze game was zo slecht dat hij goed was. What the fuck? Wow. Dit is Fortnite. Zij weten niet wat ze hebben gedaan om een game zo bekend te maken omdat het per ongeluk was. Dubbelpump was per ongeluk, bouwen was helemaal niet de bedoeling. Ze hebben gewoon zoveel geluk gehad dat mensen gevonden hebben dat je zo rare 90's kan bouwen en shit. En dan hebben zij Builder Pro in de game gestoken. Ik fok er nog altijd niet mee. Misschien vind ik daarom dat dit spel zo kut is, maar ik hoor van mensen die bouwen ook gewoon dat dit spel super kut geworden is. En dit spel is niet gemaakt om een franchise te zijn. Like, je kan dit niet vergelijken met Call of Duty. Wat ze elk jaar opnieuw kunnen uitbrengen en een beetje shit kunnen veranderen, dat kunnen ze niet doen met dit spel. Ze brengen gewoon elke zoveel maanden een nieuw season uit. En ik denk dat bij season 9 dat ze gewoon, je kan je game maar zoveel keer goed veranderen. Hetzelfde als bij Call of Duty. Hey, ik zie ook net dat ze Tilted Towers kapot gemaakt hebben. Ik denk dat ze zwaar door hebben dat hun spel aan de klote is. Anders doe je dat niet, anders maak je Tilted Towers niet kapot. You don't destroy the capital. Oké? Okay. Ja. Yeah. Dit voelt eigenlijk niet meer als Fortnite. En regel 1 van je game update is gewoon wel zorgen dat je game hetzelfde blijft aanvoelen. Maar dat is niet zo. Heb je nog nooit zo'n gevoel dat je naar een serie aan het kijken bent en je vindt die serie zo fucking hard? Ik had dat bij Peaky Blinders. Ik vond Peaky Blinders echt een zieke serie. Yeah. Oh, what the fuck? Wow, yo! Ah! Het voelt
nog altijd niet als Fortnite, toch? Ik had bij Peaky Blinders. Ik vond Peaky Blinders echt een zieke serie. Ik heb de eerste seizoen uitgekeken in 3 dagen of zo. En ik begon aan seizoen 2, fucking hype. Vanaf de eerste aflevering dacht ik, nou wat ben ik aan het kijken? Opeens voelde heel die shit anders. Alsof het niet de bedoeling was om het tweede seizoen te schrijven. Alsof het gewoon de bedoeling was om één seizoen te schrijven en dan te stoppen. Dat was bij Fortnite ook, denk ik. Was het niet de bedoeling dat Fortnite nu nog relevant ging zijn? Niemand bij Epic Games had dat gedacht. Yeah. Door deze bal naar... Bruh. Oké, fuck dat. Jullie die snipe kills, what the fuck? Yeah. Hey! Big chunk! Ik moet deze wel meenemen, man. Die kill daarnet. Mensen zagen het was lucky. Lucky. Ballonman uit de lucht schieten met een groene huntsman rifle. Lucky, man. Grapje, ze maken het is klaar, man. De Huntsman Rifle is back. En we hebben de boog ook. Oké, dat is nice. Voor de loot moet je niet naar de Fatal Fields gaan. Ik wou dat je zo'n wapen, because it's good for your health. Yeah. 5 HP. Fatal Fields! Is dat een sniper rifle? Je bent te veel bezig met dat bal. Bruh. Ik ben nog 1 game. Zien jullie dit? Dit staat voor één laatste fucking game. Dit is de vinger die betekent dat dit de laatste fucking game Fortnite is dat ik ooit ga spelen. Dit is het laatste potje, dit is de laatste drop. Dit is de laatste keer dat je deze parasol hebt zien opengaan. De laatste dikke pot. De laatste sippings van de dikke pot. De laatste kill. Yeah. Yeah, dat was een nice kill. Yeah. Ik ga dit spel niet missen, man. Yeah. Yeah. Fortnite! Hey, hello, bye-bye. Yeah. Fortnite! It was a great game! Had a lot of fun playing! It's time to say goodbye! It's time to say goodbye! Boom, boom, bye-bye! Afscheid nemen bestaat niet. Ik heb die volle shield niet nodig. It was nice! Playing Fortnite. En als ik nu Fortnite speel, I feel so alone. Ik haat solos. So sad, you know. En mijn camera is toch uitgevallen, wat maakt het uit? Yeah. Ja, hij is wel dood, maar toch. Hier zie je mij lopen achter loot. Drink nog even snel de dikke pot. Wie killt wie? Waarschijnlijk kill ik hem, want hij sukt. Hey, fuck deze sniper battle. Misschien ben ik deze pot wel. Ik ben nog steeds aan het snipen op deze dude. Hij stopt niet. Yeah. En we hebben hem gekillt. No facecam. Yeah. De laatste game. Fortnite! Ik voelde net zo'n beetje spugelman naar boven komen met die boeren. Doordat de facecam weg is, is er nu wel meer plaats voor de plays. Hier ga ik nog even bouwen. What are you trying to do? Yeah. Ja, het is eigenlijk wel kut dat mijn facecam is uitgevallen, man. Het is wel een nice game. Ik zit hier nog steeds op dezelfde manier als daarnet. Jullie zijn waarschijnlijk al verhitte hoemen. Hoe lame is deze gameplay zonder facecam? Oh, rip deze guy. Yeah. Bye bye. Hier zijn er mensen aan het bouwen. Tegen elkaar. Een nice battle. Iemand anders komt nu ook aangelopen. Waarschijnlijk snipe ik hem. Ja, verwachtte niet daar nog een laatste man is. But that's me. Yeah. Ja. Yeah, you see that? Even snel. 10 kills. Hier kan ik gewoon gesniped worden door iemand, maar dat gebeurt niet. Hier worden we gepusht door iemand die weer aan het bouwen is. Hello. Oké, dat was het. Bedankt om te kijken. Hey, wacht, ik ga de outro opnemen met mijn telefoon. Als dat geen probleem is, dan neem ik gewoon snel een outro op met mijn telefoon. Hey, hello. Bedankt om te kijken naar deze video. En smash je duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn naam is Nathan. Fuck Fortnite. It's Fortnite is over. It was nice. Thanks for the rewards. Yes. Oh, fuck. Bedankt om te kijken. Ja, dat was het dan. Man. Bye. Hello. Ik dacht ook van... Hey. Hi, Hi, Lin heeft hier zelf iets over geschreven. Besef hoe serieus dit is. Vlogger, Snap King. Krijgt jeugddetentie voor bedreiging en mishandeling. Free Snap King! Tim van Turnenbroek, bekend als vlogger Snap King, is veroordeeld tot 3 maanden jeugddetentie, waarvan